De nieuwe pensioenwet komt eraan. Voor veel werkgevers een moment waarmee ze aan de slag moeten met pensioen en natuurlijk dat samen moeten doen met hun werknemers. Werkgevers zien er wel een beetje tegenop, omdat het vanuit het huidige lastige stelsel naar een nieuw stelsel overstappen een hele toer is. Maar vandaag ga ik u 3 tips meegeven die in ieder geval wat kunnen helpen om het voor u wat gemakkelijker te maken. Pensioen is gewoon sparen en beleggen. Dat doet u misschien met uw eigen geld wat u over heeft in deze wat lastige tijden met inflatie ook. Dat geeft onzekerheid, want je weet niet hoeveel de rente op lange termijn doet en ook niet wat het rendement op aandelen is. Maar we hebben geen keuze, we moeten ermee aan de slag. U moet met uw werknemers samen een nieuwe pensioenregeling maken. De 3 tips die ik zo geef, die zullen u daar in ieder geval bij helpen. Tip 1. Stel eens met uw managementteam of uw directieteam vast wat uw visie is op pensioen als arbeidsvoorwaarde. Pensioenen die kennen de mogelijkheid om een hogere of een lagere premie te betalen, kennen de mogelijkheid om de mensen zelf keuzes te geven in de beleggingen. Maar 1 ding is zeker, hoe scherper u dat zelf weet, hoe makkelijker het straks is om naar een nieuwe pensioenregeling toe te werken. Tip 2, ga met uw werknemers in gesprek. Het is goed om te weten wat uw werknemers van de pensioenregeling willen en verwachten. Denk daarbij aan de keuzevrijheid die werknemers kunnen hebben als het gaat om de manier van beleggen, maar zelfs ook wel misschien het niveau van de pensioenregeling. Door dat te doen creëert u draagvlak en dat draagvlak dat zal straks helpen om de overstap naar dat nieuwe stelsel te maken. U kunt werknemers ook op allerlei manieren meenemen, gesprek, maar het kan ook door middel van webinars, bijeenkomsten, filmpjes. De mogelijkheden zijn tegenwoordig onbeperkt. Tip 3, richt je op de hoofdlijnen van de pensioenregeling. Wij zien in gesprekken met sociale partners dat partijen heel snel in details terechtkomen. En die details die zorgen ervoor dat stappen voorwaarts heel erg lastig genomen kunnen worden. Door je te richten op de hoofdlijnen kun je best heel snel grote stappen maken. En als die regeling dan eenmaal in de steiger staat, ga dan kijken naar de details die niet onbelangrijk zijn en die op dat moment ingevuld kunnen worden. Ik hoop dat de 3 tips u enigszins op weg zullen helpen naar het nieuwe pensioenstelsel. Niettemin kunnen de pensioencollega's van AWVN uiteraard u ondersteunen om de stap van A naar B op een gemakkelijke manier te zetten.